op naar Breda. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Ik ben in Breda. We gaan naar een hele oude brouwerij, bierbrouwerij. Midden in de spoorzone. Het schijnt nogal trendy te zijn, spoorzones ontwikkelen. Maar wel hartstikke mooi, want dicht bij het centrum, bij het spoor. En een stokoude bierfabriek. Dus echt Brabantse trots. De brouwerij stamt uit het jaar 1538. Ooit zat hier een smederij en daarom heet het de Drie Hoefijzers. Jarenlang komt hier Skol en Oranjeboom uit het vat. Maar in 2004 is het laatste biertje gebrouwen. Nu zijn ze keihard bezig om te herbestemmen. De bedoeling is dat je hier kunt wonen, werken en recreëren. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Ik ga eerst eens even kijken of er nog wat leven in de brouwerij is. Om te beginnen in de brouwtoren. In deze toren, waar het mout in verschillende etages werd verwerkt, zit een heel bijzonder bouwkundig element. We gaan nu naar boven in een hele oude brouwerij, die jaren geleden opeens niet meer rendabel was en dus opgedoekt is. En dat in de tijd dat er zoveel brouwerijtjes overal opgericht worden. Maar deze is dus vrijgekomen en wordt helemaal langzaam maar zeker ontwikkeld. En het is een prachtig gebouw. We zitten in een van de meest bijzondere liften waar ik ooit heb gezeten. Echt een supermooie lift. Heb ik eigenlijk nog nooit gezien, zo'n lift. Omdat het gewoon helemaal bouwkundig is. Dus dit is onderdeel van de architectuur. De deur en de kozijnen die zitten overal in het gebouw en daarachter ook. Maar de lift is ook een gemaakt gebouw. Gemaakt dingetje, wat ook door de architect is getekend. En normaal zie je altijd een lift, ook de oude liften, dat koop je dan bij een liftenfabrikant. En dan krijg je zo'n, en die hele oude hebben dan rekjes. Maar het is altijd een los ding in een gebouw. En hier is de lift onderdeel van het gebouw. En dat, dus het glas in lood is ook van de buitenkant echt door de architect getekend. En die lift gaat gewoon op, omhoog en omlaag in die glas in lood ramen. Dat is echt onbegrijpelijk. En het is ook grappig dat ik dat nog nooit gezien heb, want het is eigenlijk heel logisch om het wel te doen. Maar ja, zie je maar. Bier werd gebrouwen met behulp van zwaartekracht. De hoogte van de toren was dan ook belangrijk om het mout te bewerken. Het gebouw is dus gebouwd rondom de techniek. Dus elke verdieping gebeurde er iets in het proces van bier maken. Maar er zaten machines met een eigen hoogte. Dus alle verdiepingen zitten op dezelfde plattegrond, maar hebben een andere hoogte. Dus het trappenhuis is steeds dezelfde maat zo, maar een andere maat in de hoogte. Dus als je nou gaat zitten tellen, best wel grappig, je hebt de ene 9 treden en de andere 12 treden of 13 treden over dezelfde afstand. Ja, normaal in architectuur moet je daarmee oppassen, want als je gewend raakt aan een bepaalde maat, dat is heel subtiel, en die verandert iets, dan tuimelt iedereen over de laatste of de eerste trede, omdat je denkt van ja, die 20 centimeter of 19 centimeter, de zintuigen zijn heel precies voor mensen. Dus het is echt een no-go area om trappen te maken met verschillende hoogtes. Maar deze hebben allemaal een andere hoogte, dus het is wel mooi. Aan de voet van de brouwtoren liggen de voormalige machinekamers. Van hieruit werd de energie geleverd aan de enorme brouwketels onder in de toren. Nou, dit is een soort koninklijke entree. Maar die ging wel gewoon naar de machinekamer toe. Dus het is maar net wat je belangrijk vindt. Dit was dus de machinekamer. Het is gewoon een soort entree voor een paleis of zo. Misschien nog wel groter dan een paleis. En dan nadenken, als je dan ziet dat het met zoveel rijkdom en aandacht gemaakt is, terwijl daar machines stonden.
En het is zo groot, niet alleen vanwege de grandeur natuurlijk, maar omdat het begon met enorme stoommachines. Later werd dat elektriciteit en weer later kwam er gewoon een kabel binnen van buiten, wat we nu doen. Maar de hele gedachte dat hier zo'n enorme grote hoeveelheid kolossale machines hebben gestaan om die brouwers storen, om de fabriek daar van energie te voorzien, is natuurlijk een hele maffe gedachte. Want het is echt, het is bijna koninklijk, deze machinekamer, als je er naar kijkt. En je ziet ook dat in die groteske sfeer hangt gewoon een enorm apparaat om die machines op en neer te taken. Die grote apparaten, die moesten natuurlijk geplaatst worden. Je ziet ook overal gaten in de grond waar, denk ik, dat zie je heel vaak in die oude machineskamers. Dan zie je nog in de platte grond waar de machines hebben gestaan. Maar het is een bizarre ruimte. Die werkt dus nog. Je ziet die ketting nou naar beneden komen, heel langzaam. Dus de overbrenging is heel langzaam en daardoor supersterk. Dat was gewoon handwerk. En met die kan je waarschijnlijk dat hele ding op en neer doen. Hetzelfde principe. Je doet het nog, zeg. Ik kan niet te ver, want dan haal ik de lampen van het plafond. Maar het is wel wonderlijk dat het nog werkt, zeg. Ik kan hier dus praktisch elk gewicht mee op en neer krijgen en verplaatsen door de hele fabriek. Moet wel even werken, maar. Nou, het enige wat je natuurlijk met zo'n ruimte hebt, is wie kan er nou iets in deze ruimte doen dat het niet strijdig wordt. En er komt een modezaak in. Nou, zo'n balzaal modeverkoper, daar kan ik me veel bij voorstellen. En het is natuurlijk fantastisch dat er iemand zit, inkomt, die deze ruimte als zodanig wil gaan gebruiken zonder er van alles aan te veranderen. Dus dat is de enige kern en dat is gelukt. Het hele terrein hier bestrijkt zo'n 6000 vierkante meter. En je ziet, er wordt nog hard gewerkt. Er staat al veel nieuwbouw, als het ware tegen de oude brouwerij aan. En tussen het oude en het nieuwe staat deze enorme schoorsteen. Dat is wel een bijzondere schoorsteen, dit. Want hij staat eigenlijk naast het gebouw, dus daar kan je natuurlijk niks in kwijt, zou je zeggen. Maar hij werkte eigenlijk omdat er nog een schoorsteen in staat, krijg je een soort natuurlijke trek tussen de binnen- en de buitenschoorsteen. En door die trek konden ze van onderuit het gebouw, aan de onderkant van de machines, de rookgassen en zo afzuigen. Normaal rook, omdat het warm is, omhoog. Krijg je natuurlijk niet naar beneden, behalve als je eraan gaat trekken. Dus dat is een trekschoorsteen. En de eigenaar kreeg dat ding cadeau. Nou, dan denk je, leuk cadeau, schoorsteen, maar daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Dat is gewoon, zullen we zeggen, je krijgt een probleem cadeau. Maar uiteindelijk kwam er een goede oplossing, want bovenin staan er zenders voor mobiele telefoons en zo. En dat levert dan wel wat op, dus het is een heel nuttig apparaat, kunnen we allemaal door bellen. Dit is het café en het restaurant. Het is als eerste herontwikkeld en al helemaal klaar. Dat hebben ze slim aangepakt, want daardoor is er meteen reuring ontstaan. Het heeft direct mensen naar deze plek getrokken. Nu is de geschiedenis van de bierbrouwerij dus het meest tastbaar in het café. Dit is eigenlijk waar het allemaal om ging natuurlijk. Want hier kwam het bier uit die ketelstonnen. Maar ze hebben er een soort enorme ontplofte bom omheen gecreëerd. Want het is helemaal volgebouwd. Echt een kroeg, een beetje een industriële bruine kroeg is het. En met de industrieresten, maar ook de toevoegingen zijn ook allemaal een beetje in die sfeer. Maar het is wel, het heeft wel gelijk de juiste sfeer. Maar het is wel moedwillig oud bijna. Maar wel aantrekkelijk. In dit deel van het restaurant kijk je tegen de onderkant van de ketels aan. Maar als ik een verdieping naar boven loop, kan ik de volle omvang van de ketels pas echt goed zien. Ja, waar de machinekamer bijna een balzaal was, is dit de fabriek. Misschien nog wel met nog meer aandacht gemaakt. Want je zou bijna denken dat het er voor hier is gemaakt. Maar die hele ruimte was dus ooit blauw betegeld. En dus het is een heel rare gedachte. Hele mooie vloertegeltjes ook hier. En dit, met een bepaalde textuur, met glazuurde kleine vierkantjes, nooit gezien. En wat me in dit gebouw opvalt en waar ik steeds aan moet denken, is dat het gewoon een industrieel gebouw is, wat gemaakt is met zoveel zorg en aandacht, dat je helemaal niet zou denken dat is een industrieel gebouw. Dus kennelijk was het toen heel normaal om er
om er echt een feest van te maken. En als je nu aan een industrieel gebouw denkt, dan is het gewoon een doos op een industrieterrein die zo goedkoop mogelijk gemaakt wordt. Maar toen was het echt gewoon niet zo goedkoop mogelijk. Nee, zo mooi mogelijk, want dat is, kennelijk was dat belangrijk. En dat is zo'n leuke gedachte, dat je in een werkomgeving, in een fabriek met ketels waar bieren gemaakt worden, weet ik waar mensen werken, dat je daar het allermooiste en leukste plek van maakt die je maar kan bedenken. Nou, koper is ook weer in, maar het was voor bier heel belangrijk. Het ijzer roest natuurlijk als een gek en koper is heel bestendig. Dus al die productievaten, ook nu nog steeds, zijn van koper. Maar dit zijn wel hele grote. Dus prachtig gemaakt met messingdetails, klinknagels. Ja, nu zit er een stoeltjes en tafeltjes onder of in. Maar toen was het gewoon een enorme ketel waar het bier in gemaakt werd. Hier is bijna een kasteel getegeld. Met een beetje, tenminste, een beetje fortachtig met kantelen lijkt het wel. Totaal zinloos, hè? Warm, dat heb je echt niet nodig. Maar het ziet er zo ongelooflijk waanzinnig rijk uit. Echt fantastisch. Nou, het is grappig natuurlijk, die ketels staan onderaan het proces, hè? Want dan komt alles bij elkaar, daar wordt het in gestookt. Maar hierboven zit dus heel die brouwtoren, dus er kwam alles bij elkaar. En dit was het laatste gedeelte, maar het is toch nog gigantisch hoog, want dat zijn dus 1, 2, 3 verdiepingen in totaal waar dat gebeurde. Dus er waren enorme ketels, vier ketels waar het bier gebrouwen werd. Ze hebben al die ketels verschillend behandeld. In de hoek is hij helemaal heel. Hieronder is het dak voor een soort ronde zitruimte. Hier is het de bar geworden in die hoek. Maar ze hebben in deze ruimte waar dat restaurant gevestigd zit, eigenlijk die ketels constant op een ander niveau doorgesneden of weggehaald, waardoor het echt wel een ervaring is. Want die bar is eigenlijk een beetje zonde van die ketel, maar alles bij elkaar geeft het toch wel echt wel een goede ervaring. Gewoon in een bierketel bier tappen, dat is op zich wel een soort logica. Dit is met een aandacht gemaakt wat je echt nooit meer ziet. Met die ronde hoekjes, twee keer zo'n detail. Terugliggend, opliggend. Ongelooflijk mooi. Het is eigenlijk een heel bijzondere ervaring om hier in een productieomgeving te lopen die zo ongelooflijk mooi is en fijn is om te zijn. Yes. Het is op zich wel trouwens een goed concept dat mensen hun eigen bier kunnen tappen, want dan hoef je het zelf niet te doen natuurlijk. Dus... Nou, dat schiet niet op. Oh, wacht, ik moet het knopje drukken. Yes. Nou, wel een lekker biertje. Thuis bij Afro Tros.